Ik ben Jasafri en dit is mijn nieuwe video. Vergeet niet te liken en ook niet te abonneren. Dus doe dat alsjeblieft en gaan we nu door naar deze video. Allemaal, vandaag is het een speciale dag. Vandaag krijg ik natuurlijk een nieuwe rubberboot. Ik heb al wat dingen voor de boot gekocht natuurlijk. Voor de veiligheid. Deze stootwal, die ga ik even uitpakken. Dus ik zie jullie zo dat ik hem even ga uitpakken. Kijk eens, ik heb ook een leuke sleutelhanger ervan gekocht. Van een stootwal. Ik ben er helemaal gek van boten. Dus ik heb ook een leuke sleutelhanger gekocht. Dat kan je in de winkel kopen, bij de watersportwinkels en zo. Nu ga ik ook, ik heb ook nog een ander iets. Dat laat ik ook even zien. Hey, ik heb ook de boot van Texel. Ook heb ik deze, kijk, dit is de cabine hier al. Hier is het winkeltje van een winkeltje. Hier is de ene kant en de andere kant, maar volgens mij moet de schipper die vaart, moet altijd hier naartoe lopen, want de boot komt zeg maar zo aan, zo, en dan gaat hij de andere kant toe lopen en dan gaat hij hier naartoe en dan gaat hij die kant op en dan komt hij weer aan en dan gebeurt het zo hetzelfde, maar hij gaat nooit draaien, volgens mij hoor. Maar ik denk, voor mij niet. Hij gaat draaien volgens mij niet. Kijk, oh ja, wat ik nog wel laten zien is deze. Kijk, deze heb ik ook. Alleen dit draadje, ik heb hem zo vaak gebruikt. Dit draadje is afgebroken. Daar heb ik een stevige, echte touw eraan gemaakt. Zie je? Een goede knoop erin gemaakt. Nou, komt het moment van de waarheid. De stoot wel uitpakken. Dus dan gaan we gelijk beginnen. Want het is allemaal voor accessoires, allemaal voor mijn boot en zo. Hij is nog helemaal nieuw. Helemaal nieuw is hij. Kijk eens. Het allemaal, als je goed kijkt, zie je allemaal spikkeltjes erop hier ook. Kijk. Allemaal spikkeltjes erop. Dat betekent dat hij nog helemaal nieuw is. Kijk, even als je goed ziet. Zie je hier deze spikkeltjes? Dus dan is hij helemaal mooi nieuw. Voelt ook heel, moet je voelen. Hè? Dit is gewoon. En dit is hoe het echt. Echt ruw is het, hè? Want dat komt door die spikkeltjes. Kijk. Zit echt van die. Zie je? Nu kan je het goed zien. Hier. Misschien moet ik mijn licht er even op zetten. Kijk, hier nou zit het er allemaal op. Maar ik heb deze niet voor niks gekocht, want er kon natuurlijk zo'n boot aan. Om 11 uur zou die komen. Dus wachten, oké? Okay? En dan laat ik hem voor jullie, wat ik zie dat ik hem helemaal opgeblazen en zo. In mijn kamer. Dan, nee, ik kan beter op zolder doen. Dan doe ik gewoon een ondergrondje eronder, anders gaat hij lek weer. Dan doe ik hem weer naar beneden hijsen. En dan, ja, dan kunnen we het boot in het water laten en deze eraan maken. En dan kunnen we lekker gaan varen. Dus, vonden jullie deze video is nog lang niet voorbij, jongens. Er komen nog leuke beelden. Eerst dat we de boot op gaan blazen en dat we op de boot zitten. En dan laat ik gewoon een boottour zien. Hoe dat allemaal boot er allemaal uitziet en zo. En er zit ook een vakje op, volgens mij, op de boot. Dus ja, die komt er zo snel mogelijk aan, hoop ik, de boot. He? Dat is wel een vet ding, hè, deze. He? Hij is niet in, hoe heet het, gemaakt. Hoor. Deze is echt in Holland gemaakt. Echt, echt in Holland. Dus het is echt een goed, stevig ding. Het is een 1245, is het. Dat betekent dat dit een van de kleinste is, natuurlijk. Want ik ga niet met zo'n hele grote met mijn boot. Dit is de allerkleinste. Wacht hoor, let op, hè. Groot en de achterste kleine. En nu andersom. Groot. Kijk, het lijkt net dat deze nu heel groot is, hè? Dat deze heel klein is. Hek. Oh, deze is veel kleiner. Kijk. Wacht even precies de maat. Kijk, ze zijn allebei even groot.
iets naar achter. Deze zo. Deze moet naar voren. Ja, kijk. Zo, het lijkt precies dat hij hetzelfde is. Kijk. Oh, wat een ding. En nu deze. Ze zijn, maar het is gewoon net zo, hè. Let op. Maar zo lijkt het dat het even groot is, hè. Kijk. Zo. Maar let op, hè. Oh. Best wel grappig eigenlijk, hè. Nou, doei. Ik zie jullie zo weer, hè. Bij de nieuwe boot. Jongens, ik zit nu te wachten voor de, totdat er bezorger komt voor de boot. Dus ze zeggen dat het kwart over één komt, dat hij moet komen. En daarna niet meer. Dus we zitten nu te wachten. Het is nu bijna 11:50 is het nu. Dus dan zou hij elk moment kunnen komen. Elk moment. Dus ja. Wachten. Hè? Jongens, allemaal wachten, wachten, wachten. Geduld hebben natuurlijk. En dus dan komt hij wel. Nou, dus nu laat ik echt een beeld zien dat ik nu de boot heb, oké? 3, 2, 1. Ik heb de boot binnen. We gaan hem nu even openmaken. Zo. Dat is wel heel zwaar. Nou, ik doe ik even het plakband open en zie ik jullie zo weer. Open! Kijk eens. Oh. Hij ruikt wel echt. Kijk. Vuurwerk. Kijk, de boot is nu klaar, jongens. Het is al groot. Kijk eens, met de voorkant, zie je? Seahawk. Alles moet er nog op, hoor. Alles, dit is gewoon normaal, wat hier zo normaal is. Touwen moeten nog op, peddels en dat soort dingen moeten er nog op. Dus dat komt allemaal wel goed. Zie ik jullie zo weer. Nou jongens, de boot is klaar. Touw zit er omheen. De peddels zitten erin en de stootwal. Het tasje zit erin. Alleen jammer van dit afgeknipte touw. Maar ja, kijk eens, hier zijn de knoopjes. Dus ik ga nu langzaam naar het water toe. Zie ik jullie zo weer. Hallo allemaal, we zijn op het water, jongens. We gaan lekker varen. Ik heb echt heel lang niet gevaren, jongens. Echt waar niet. Dus nog even een beetje wennen. We zijn al bij Hordijk. Dat is een plaatje heel ver bij mij in de buurt. Dus ik ben even een stukje aan het varen. Dus we zijn bijna bij het grote weiland. We waren beloofd om naar de koeien te gaan, jongens. En daar aan te meren. Dus daar gaan we even naartoe. Even kijken. Even aanmeren. Ik heb al achter de camera, ligt een stootwal. Dan kan ik even aanmeren. Dus, oh, dat gaat al heel hard. Oh. Moet je horen, hè? Hoe hard we gaan. We gaan nu 5 km per uur. 6, 7. Oh. We gaan 7, jongens.
Oh, jezus, we zijn al lang voorbij de plek waar we moeten gaan. Even kijken. We gaan een heel stuk naar het weiland. We gaan ongelooflijk hard. Oh, oh, jongens, we gaan bijna. Oh. Oké, ik let er even niet op. Oké, jongens, we gaan even dit even oplossen. We gaan even gassen. Even gas erop. Even gas erop. We zijn nu in de weilanden. Het is echt een heel eind stukje varen, hè? Dus ik zie je zo weer. Ik zie jullie zo weer. En dan zijn we bij de koeien. Kijk eens jongens, hier zijn de koeien. En ik lig nu op het water. Nog steeds. Zie je? Daar is meneer de koe. Hallo daar. Dus kijk, daar ligt Zaandam. Daarachter. Kijk. En daar ligt de berg. En we gaan nu daar naartoe. Even bij de koeien zwaaien. Hoi. Hoi, 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 hoi. Jij nou hier. Haha, leuk hè? Ik zie je zo dat ik een eindje verder ben. Dan ga ik nu even een stukje varen. Show de koe. Onder de vliegen, maar zielig. Hey, koetjes! Daar staan jullie hoor. Kijk, heel dichtbij, koeien. Ze zijn heel bang. Nou jongens, ik heb even een pauze ingelast, dus we kunnen hier... Niemand kan ons horen! Dus we gaan nu eventjes een pauze inlassen, even met de boeien spelen in het water, kijk. Het blijft drijven jongens, kijk. Even schoonmaken. Zo, die gaat de boot weer in. Even kijken. Oh, we gaan naar de riet toe. Ah joh, wacht, we zijn toch veilig hier. Oh jee, ik hoor een andere motorboot volgens mij. Ja, nu heb je mee weer met boten te maken. Dus het is gewoon leuk man, boten. Jongens, we gaan even kijken wat voor boot het is. En dan ga ik zie jullie zo weer. Nee, ik ga de video afsluiten, jongens. Vond je het leuk? Bedankt voor het kijken. Doei. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Like en abonneer. Tot voor meer.